Nee, het zit me echt niet mee ook. Jeetje, Donald is ook down. Oh my gosh, Lucian, wat ben je aan het doen? Je bent aan het slopen. Yo, dit zijn de fans. We zijn keihard bezig om de Elite Four te verslaan in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. En in de vorige aflevering hebben we Bertha weten te verslaan. En ook Aaron, de Ground en de Bug-type Elite Four member. We gaan nu door naar de volgende. En als je hier nou net zo hard van geniet als ik, knal die duimpjes even omhoog, jongens. We zijn bijna bij het einde. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Dus zet een belletje aan. En het lijkt me vrij duidelijk wat dit voor type Elite Four battle gaat worden. We moeten namelijk nu tegen een Fire-type Elite Four member. En dat is Flint! What up, Flint? Ik heb natuurlijk twee water-Pokémon in mijn team. Golduck en Gastrodon. Dus ik hoop dat het goed komt. En Flint zegt, ik was al aan het aftellen tot de dag dat jij zou komen. Ik had van Volkner gehoord wat je had gedaan in Sunnyshore. Je hebt ervoor gezorgd dat Volkner weer zin heeft om te battelen. En natuurlijk kijk ik daarom uit naar deze battle. Let's go, Flint. Ik heb ook zin in deze battle. Ik ben heel benieuwd welke Pokémon je hebt. Want Fire-type Pokémon zijn over het algemeen gewoon hartstikke vet. Hij heeft ook weer 5 Pokémon. En met wie begin je, Flint? Hij begint met Rapidash. En ik heb Gerrit net als tegen Bertha. Ik besef nu hoe grappig dat klinkt. Gerrit tegen Bertha. Anyway, Gerrit staat nog steeds op de eerste plek in mijn Team P. En ik begin met Ancient Power. En dan hoop ik dat ik mezelf een beetje kan boosten. Hij doet Iron Tail, wat niet erg effectief is. Ancient Power kan namelijk mijn attack, special attack en alle andere dingen. Defense, special defense en snelheid boosten. Tot nu toe lukt het nog niet. Maar dat geeft niet. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Oeh, hij probeert mij te laten slapen. Zijn Rapidash kent namelijk hypnosis. Dat is super interessant. Even kijken of ik... Ja, ik versla hem nu wel. Maar ik heb mezelf nog steeds niet geboost. Dat is jammer. Het was wel een critical hit. Maar in ieder geval zijn eerste Pokémon... De eerste Pokémon van Flint is down. Zijn Rapidash is weg. Dan komt hij nu met Lopunny. Dat is geen Fire-type Pokémon. Zitten er dan te weinig Fire-type Pokémon in deze game? Is dat het probleem? Waarom heb jij geen Infernape? Of heb jij wel een Infernape? Anyway, Lopunny. Oké. Ik ga power-up punchen. Daarmee boost ik mijn attack. Dus ik sloop hem niet in één keer. Ik heb waarschijnlijk 2 klappen nodig om Lopunny te slopen. En Lopunny gaat voor high jump kick. Die gaat mij even ook terugschoppen. Die laat het er niet bij zitten. En die hield zichzelf een beetje. Want Lopunny heeft een item leftovers. En dan hoop ik dat ik met mijn tweede power-up punch. Ja, Lopunny wel sloop. En dat gebeurt ook. Lekker. Dus die attack van Abu, die is lekker ook omhoog. Dus ik kan altijd nog Abu gebruiken op het moment dat ik tegen andere Pokémon moet, dan tegen Fire-type Pokémon. Simba gaat ondertussen al naar level 63. Dan moet ik nu tegen Steelix, ja. Oké, nou, dan kan ik beter maar bij Infernape blijven. En weet je, ik ga gewoon door met mezelf boosten. Ik blijf even voor power-up punch gaan. Daarmee sloop ik hem niet in één keer, maar mijn attack gaat nog wel echt veel meer omhoog. Oh, Steelix gaat voor Iron Tail, maar die mist hij. En dan ben ik benieuwd of die hem gaat healen. Nee. Flint gaat zijn Steelix niet healen, dus zijn Steelix is down. En mijn attack is gewoon 4 keer geboost nu. Heel sick. Oké, man. Steelix down. De derde Pokémon van Flint is weg. Wie is de vierde Pokémon? Drifblim. En dan ga ik Simba inzetten, want Drifblim is ghost en flying. Dus ik kan nu eigenlijk kiezen of ik een dark-type move doe of een electric-type move. Super enge Pokémon trouwens. De lore, het verhaal van Drifblim is echt niet oké. Drifblim gaat mij wel even verbranden met Willow Wisp. Ja, bedankt. Ik thunderbolt hem. En ik thunderbolt hem niet in één keer kapot. Oké dan. Hij heeft ook weer een lekkere berry waarmee ze zichzelf een beetje gaat healen. En ik ben een beetje geburnt. Oké, let's go Simba. Jij kan dit. Oh, hij gaat zich nou minimizen. Wat zorgt dat ik hem moeilijker kan raken. Een Pokémon die zichzelf 3 of 4 keer geminimized heeft, is echt super irritant. Want die kan je echt moeilijk raken. Gelukkig raken we Drifblim wel. En is Drifblim ook weg. En daarmee gaat Donald naar level 61. Het is wel fijn dat mijn Pokémon ook gewoon even nog wat sterker worden tijdens deze Elite Four. Dat vind ik heel prettig. Want ik heb echt geen zin in de Garchomp van Cynthia van level 66. Maar laat ik me eerst maar druk maken over deze Infernape. Want die kan ook wel hard schoppen. Dus ik ga hier voor Donald. Daar is die jongen. Daar is Infernape. En zowel Psychic als Water Pulse is super effectief tegen zijn laatste Pokémon. Maar hij kent Thunder Punch. Hij kent Thunder Punch. Hij maakt geen grappen. Nee, Donald gaat toch niet nog een keer down, jongens. Ik denk het wel. Ik denk dat Donald nog een keer down gaat. In de vorige battle ging Donald ook al down. Oh, nee.
Ik vind het wel een beetje zielig voor Donald. Hij moet elke keer tegen Pokémon die hem kapot kunnen maken. Potverdorie, ik had gewoon Gerrit in moeten zetten. Nu gaat hij voor Close Combat. Oh ja, en daarmee gaat hij natuurlijk all out. Dat is echt zijn laatste hoop. Dat is een supersterke move. Zijn defense gaat hier van naar beneden. Zijn special defense ook. En dan doe ik Earth Power. En dan is het klaar met Infernape. Ja, maar zo zie je. Infernape, die kan nogal wat hoor. Dat is echt wel een goede Pokémon. Maar we hebben hem wel weten te verslaan. Mijn Infernape gaat naar level 64. En mijn Gastrodon gaat naar level 61. En dan hebben we Flint ook verslagen. De derde van de vier van de Elite Four hebben we verslagen. En hij zegt, dit had ik niet verwacht. Ik keek niet op je neer, maar ik had nooit gedacht dat ik zou verliezen. Dit is fantastisch. Jij en je Pokémon zijn inspirerend. En voor de rest valt hij helemaal stil. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Nou, je hebt een goede battle gemaakt, man. Kijk maar eens hoe mijn team eraan toe is. Even een Hyper Potion. En nog een Hyper Potion voor Gerrit. Ook een Hyper Potion voor Abu. Een Burn Heal voor Simba. Nog een Revive voor Donald. En een Hyper Potion voor Donald. Dus ik heb behoorlijk wat items nodig om mijn team weer op de been te krijgen. Maar we kunnen wel door naar de volgende kamer. Naar de laatste member van de Elite Four. We stappen de lift in. En dan gaan we kijken van welk type hij of zij zijn Pokémon heeft. Juist. Dit zou Psychic kunnen zijn. Dit zou Ghost kunnen zijn. Maar we hebben al tegen Fantima gebatteld en dat was Ghost. Dus ik denk dan dat dit Psychic is. Oké, jongens, deze vind ik spannend. Let's go. Dit is Lucian en die zegt, je timing is perfect. Ik ben net klaar met het lezen van mijn boek. Ik zal mezelf introduceren. Ik ben Lucian en ik gebruik inderdaad Psychic types. Ik moet zeggen, je hebt jezelf wel aardig bewezen dat je überhaupt zo ver bent gekomen als dit. Ze zeggen dat ik de sterkste van de Elite Four ben. En ik ben bang dat ik alles moet gaan geven tegen jou om reputatie waar te maken. Oké, Lucian. Oké, de sterkste van de Elite Four. Psychic type. Ik heb Absol als eerste in mijn team gezet. Ik ben benieuwd of dat de goede keuze is. Want Absol gaat ook best wel snel down altijd. Ik moet tegen Mr. Mime. Dus ik denk dat het toch de goede keuze is. Oké, let's go Absol. Nu mag jij je laten zien. Ja, alleen die moves zijn niet super effective. Dus dat is toch wel een beetje jammer. Dit is wel super effective. Ja. Oh, Absoltje. Het gaat gelijk fout. Ik denk dat Lucian inderdaad wel een probleempje zou kunnen worden. Want hij is natuurlijk ook Fairy type. En de enige super effective move is Sludge Bomb. Sludge Bomb met Carnivine. Dat is de enige super effective move die ik heb. Dus ik ben benieuwd hoeveel damage dit doet. Ja, dat is veel te weinig. Ja, en Psychic gaat mij wel pijn doen. Ik denk dat dit een beetje fout gaat, jongens. Ik denk dat dit heel erg fout gaat. Ik denk dat ik nu tegen Lucian een probleem ga hebben. Kijk, hij doet nog een keer Psychic. En dan is het gewoon 2-0 voor Lucian. Want dan is Jaws namelijk ook verslagen. Oké, Simba, let's go. Nu moeten we even serieus gaan doen. Hoe is die Mr. Mime zo snel? Hoe dan? Dit is niet te doen. Hij is veel sneller dan al mijn Pokémon. Ik kan hem niet slopen. Hij beschermt zichzelf natuurlijk met Reflect. Krijgt hij ook nog een Full Restore? Ik had Crunch moeten doen. In plaats van Thunderbolt. Kan ik hem niet even paralyzen? Oké, let's go. Oh man, oké. Hij neemt het echt heel serieus dit. Simba is bijna kapot. Hij is gewoon sneller, joh. Oké, Crunch. Crunch hem kapot. Oh my gosh, ik kan hem niet slopen. Oké, het is tijd voor Hyper Potion. Het is tijd dat ik de tactiek ga gebruiken die de gymleaders ook gebruiken. Dan maar flink healen. Dit is echt niet gezond. Ik vind dit niet leuk. Dit begint nu wel problematisch te worden, jongens. Hey, kan jij niet een keer missen of zo, Mr. Mimepie? Hou eens op. Oké, Reflect is uitgewerkt bij de tegenstander. Dat houdt in dat ik ze nu weer als het goed is gewoon normaal kan raken. Dat ik ze meer pijn doe. Nee! Hij doet nog een keer Reflect. Wat inhoudt dat ze gewoon sterker zijn tegen physical moves. Nou, dit ging wel aardig. Dit was een critical hit. Is Thunderbolt ook physical dan? Nee, Thunderbolt is gewoon een special. Waarom doet dat zo weinig damage? Geen critical. Oké. Ik heb nu pas de eerste Pokémon down van Lucian. Een level 59 Mr. Mime. Ik ben onwijs bang wat hij nog meer te bieden heeft. Nu Medicham. Oké, Donald. Ik hoop nu dat je niet down gaat. Ik wil niet dat je nog een keer down gaat. 3 keer op rij. Maar ik denk het eigenlijk wel. Ik doe Water Pulse. En dan ben ik heel benieuwd. Het valt mee qua damage. Jemig man, die high jump kick critical hit. Hoe doet dit zoveel pijn? Het is niet eens super effective. Ik ga Ice Beam proberen en dan hoop ik dat ik die Medicham kan bevriezen. Dat zou heerlijk zijn. Nee, het zit me echt niet mee ook. Jeetje, Donald is ook down. Oh my gosh, Lucian, wat ben je aan het doen? Je bent aan het slopen. Oké, let's go Ice Beam. Let's go, alsjeblieft, maak Medicham kapot. Maar, trouwens, hè?
Is mijn Gastrodon sneller dan mijn Golduck? Of niet? Nee, nee, misschien is dat helemaal niet zo. Maar nu elke Zam. Ik wil eigenlijk nu Simba gebruiken. Ik ga deze beurt gebruiken om Simba te healen. Ik ga een Hyper Potion gooien op Simba. En dan hoop ik dat mijn Gastrodon in ieder geval één beurt kan overleven tegen deze elke Zam. Die gaat voor Nasty Plot. Volgens mij betekent dat dat straks... Oh, nee. Dat betekent dat hij zijn special attack heel erg heeft geboost. Hij gaat ook voor Future Sight. Dat betekent dat over een aantal beurten een hele krachtige aanval komt op een van mijn Pokémon. Ik ga eens kijken wat Ice Beam doet. Ik kan ze ook niet... kan ze niet bevriezen. Oké, nu is het tijd voor Muddy Water. Dit gaat waarschijnlijk heel veel pijn doen. Oh nee. Ik denk dat ik nu even Abu kan gebruiken. Abu is denk ik wel sneller dan LKSM. En dan ga ik voor Flame Wheel. Nee. Nee, dat is ook... Hij is ook sneller dan Abu. Hoe ben jij zo snel? Hoe ben jij zo goed en zo snel? Ik heb nog één Pokémon over en dat is Simba. En hij heeft nog drie Pokémon over. Nee, dit gaat helemaal niet goed komen. Ik doe wel Crunch en daarmee kan ik LKSM gelukkig wel kapot maken. Oké. Die is weg. Nu, Girafarig. Ja, ik moet er wel voor zorgen dat een aantal van mijn Pokémon weer leven. Ik ga Gerrit gewoon even reviven. Anders is het straks gewoon klaar. Girafarig gaat voor Trick Room. Oké, dat is helemaal goed. Dat geeft mij de tijd. Ik ga Gerrit ook een Hyper Potion geven. Zodat Gerrit in ieder geval helemaal vol is. Mocht dit fout gaan. En daar gaat hij. Hij gaat nu Psychic doen. En dat gaat... Ja, oké. Ik heb nu wat... Oh, nee, de Future Sight Attack. En Simba is ook down. Nee. Ik wil gewoon mezelf weer een beetje healen en zo. En mijn team weer een beetje reviven. Nu maak ik Simba weer levend. En gooi ik ook even een Hyper Potion op Simba. Jeetje, wat heftig. Wat intens deze battle tegen Lucian. Ik ben wel blij met deze Girafarig, moet ik zeggen. Dit geeft mij wel even de tijd om mijn team weer een klein beetje op orde te krijgen. Ik ben benieuwd hoeveel damage Psychic doet op Gerrit. Nou, dat valt ook reuze mee. En ondertussen heal ik Donald ook weer. Dus ik heb nu in ieder geval weer twee Pokémon die helemaal geheeld zijn en er weer tegenaan kunnen. Eigenlijk wil ik het liefst ook nog even Absol healen, maar Absol gaat vaak met één klap kapot. Oké, tijd om wat terug te gaan doen. Althans, ik hoop dat ik de kans krijg. Ja, ik krijg in ieder geval een kans. Mijn special defense is wel naar beneden. Maar ik hoop dat ik hem kan bevriezen met Ice Beam. Dat zou even heel mooi zijn. Ja, en dat lukt. Oeh, dit is nice. Nou ga ik Gerrit ook wel even een Hyper Potion geven. Maar die Girafarig is in ieder geval bevroren. Oh nee, en hij is alweer bevrijd van het bevroren zijn. Potverdikkie. Ah, dat was kort. Maar goed, het is in ieder geval heel even gelukt. Ik doe nu Earth Power. Die Girafarig is wel sterk zeg. Die is heel sterk. En hij gaat gewoon lekker door met Psychic. Ja, geef hem ongelijk. Ik probeer nog een keer Ice Beam te doen om hem te bevriezen. Lukt niet. En dan gaat Gerrit denk ik down. Ja, want ik wil nu eventjes weer met Luxray proberen om verder te gaan. Let's go Simba! Oh jongens, wat is dit spannend. Ik ga Thief doen om te kijken of hij misschien een itempje vast heeft die ik kan stelen. Hij heeft geen item vast. En hij gebruikt... Wat? Hij heeft Mental Herb? Wat? Ik weet niet precies wat het was, maar boeien. Hij doet weer Trick Room. En Girafarig kunnen we kapot maken nu, hopelijk. Nee, Lucian gebruikt een Full Restore. Ja, ik kan hem geen ongelijk geven. Ik heb mijn Pokémon continu geheeld, terwijl hij zijn Girafarig eruit had gegooid. Dus ja, ik mag eigenlijk niks zeggen. Hij gebruikt nog een keer Psychic. Ja, dat doet best wel pijn. Maar ik kan zijn Girafarig nu slopen. En dan heeft hij nog één Pokémon over. En ik heb nog anderhalf Pokémon over. Ik heb niet mijn beste Pokémon over. Ik heb Donald over. En Simba natuurlijk, die wel heel goed is. Level 64. Die wil trouwens nu Discharge leren. Maar Thunderbolt is beter dan Discharge. Oh, nee. Ik drukte heel snel. Ik moet nu tegen Bronzong. Maar ik drukte veel te snel. Nee, ik drukte gelijk op die knop. Dat was helemaal niet de bedoeling. Nou ja, laten we kijken. Bronzong is gewoon sneller. Onmogelijk! Bronzong is sneller dan mijn Luxray. Dit kan helemaal niet. Sinds wanneer is Bronzong snel? Ik moet nu Pokémon gaan reviven, want anders gaat het niet meer goed komen. Ik moet Pokémon gaan reviven. Ik moet ook Earthquake gaan overleven. Oké, dat lukt. Oké, het overleven lukt in ieder geval. Ik heb twee Pokémon kunnen reviven. Abu leeft weer en Gerrit leeft weer. Jongen, wat is dit een battle, joh. Zonder items had ik dit nooit van mijn leven gehaald. Daar is nog een aardbeving. Kan je even ophouden misschien met aardbevingen veroorzaken? Kan natuurlijk Disable doen. Als ik nou Disable doe, dan kan hij geen Earthquake meer doen. Dat is wel handig. Ik weet niet wat hij nog meer voor moves heeft. Maar als hij alleen dingen als Future Sight heet en zo, hij heeft Payback. Oké, hij heeft Payback, maar helemaal prima. Hij is sneller dan ik, dus dat is helemaal goed. Kan ik hem rustig aan proberen aan te pakken met Water Pulse? Nee, oké, en ga je nu Payback doen?
Ga je nu payback doen? Nee, hij gaat Trick Room doen. Oh, maar dit is lekker. Dit is lekker, jongens. Alleen denk ik wel dat hij straks een Full Restore gaat gebruiken. Oh, hij mist mij nog een keer. Kom op, jongen. Geen Full Restore. Geen Full Restore. Geen Full Restore. Niet doen. Oké, hij heeft ook nog een Berry. Oké, kijk hem gaan met payback. Ik overleef dat wel, toch? Oeh, ik overleef dat met 1 HP. Al mijn hyper potions gaan eraan. Ik had meer dan 30 hyper potions. Ik denk, dat moet wel genoeg zijn voor de Elite Four. Krijgen we dit? Oké, die earthquake moet stoppen. Oh my gosh, waarom is dat opeens zo sterk? Critical hit, natuurlijk. Oh, ik heb echt nog maar 10 hyper potions. En die heb ik gewoon nodig voor na deze battle. Dat ik iedereen kan healen. Earthquake is niet leuk, jongens. Kom op, disable die earthquake. Oké, nice, nice, nice. Jij zult geen earthquake meer doen. Oké, nu begint hij met payback. Dat mag. Water Pulse. En hopelijk gaat hij zijn Bronzong nu niet healen. Zijn Bronzong is ook confused. Please, niet healen, niet healen. Nee, hij gaat niet healen. Hij doet Gyro Ball. Heb je opeens Gyro Ball? Opeens. De hele battle niet gebruikt en opeens heb je Gyro Ball. Gast! Oké, Gerrit, kom op, jongen. Laatste klappie, kom op. Kom op, Earth Power, super effective. Hij is niet meer confused. Hij doet payback. En dan is het gelukt. Het is gelukt. Het is niet gelukt. Want hij heeft levitate. Potverdorie. Oké, Muddy Water dan. Zijn earthquake kan hij nu ook weer gebruiken. Hou op, hoor. Als ik nu mis, hè. Oh, gelukkig mis ik niet. Als ik deze had gemist, dan had ik alsnog een probleem gehad straks. Lucian, deze zag ik niet aankomen. Dat dit zo'n intens gevecht zou worden. Jeetje, mineetje. Hij zegt nou dat je langs die vorige 3 bent gekomen is geen incident. Je kracht is echt. Gefeliciteerd, je hebt de Elite Four verslagen. Maar dat betekent niet dat je al klaar bent met de Pokémon League. Er is nog een kampioen. En ik ga je waarschuwen, de kampioen is veel sterker dan de Elite Four. Nou, begin. Ga door de deur naar je final battle. Kijk, mijn team is helemaal kapot gemaakt door Lucian. Ik moet iedereen reviven. Hoppakee, Donald moet gerevived worden. Simba moet gerevived worden. Jaws moet gerevived worden. En iedereen heeft allemaal healing items nodig. Het is niet te geloven dit. Lucian die heeft het mij zo ontzettend moeilijk gemaakt. Ik heb nog maar 5 hyper potions. 3 full restores. 2 max revives. 3 max potions en nog wat full heals. En daar moeten we het mee gaan doen. Tegen Cynthia in de volgende aflevering. Ik ben zo benieuwd of me dat gaat lukken. Als jullie dat willen zien, doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, jongens. Zet het belletje aan. En ik ben oprecht gewoon zenuwachtig voor die battle, maar ik heb er wel zin in. Let's go. Tot de volgende. Mazzel!